eigenlijk echt nodig om gewoon even wakker te worden. Gewoon even de dag te starten, je lichaam weer te hydrateren. Jeetje, wat is dat homeschoolen een uitdaging zeg. Echt, dat motiveren, het is gewoon bijna niet te doen. Oh, het is koud vandaag. Het is zo'n rommelige dag vandaag. Maar... Het is maandag en ik ben wel aangekleed, gedoucht. Nu even thee zetten en een ontbijtje maken. Ik ga even brood roosteren, want dan ben ik op tijd klaar. Ik ga even zo video bellen met de juffrouw, dus dan wil het even al klaar zijn. Dan weet ik alleen niet of mijn ontbijt op tijd op heb, maar dat is op zich geen ramp. Maar dan heb ik in ieder geval wel alvast wat thee. En dat vind ik heel prettig. Gisteren was het echt waar. Echt, thee is mijn koffie, zeg maar. En ik heb dat eigenlijk echt nodig om gewoon even wakker te worden. Gewoon even de dag te starten, je lichaam weer te hydrateren. Dus ik ben blij dat ik deze ochtend wel met thee kan beginnen. En deze kleine smurf is nog aan het ontbijten en al aan school bezig. Supergoed. Mijn ontbijt is klaar. Het is 3:30. En schoolwerk is nog steeds niet helemaal af. Maar ik moet even wat wegbrengen en snel wat halen. Dus Sarah is zich nu aan het aankleden. Die was nog in de pyjama aan het werk. Het is trouwens wel redelijk bijna klaar ondertussen. Maar het is gewoon nog niet af. Daarna dus weer naar huis en verder. En dan is het etenstijd en dan is misschien school af. Echt, dat motiveren, het is gewoon bijna niet te doen. Ze heeft er gewoon zin in, maar ik hoor het van alle kanten, van allerlei moeders, dat kinderen er gewoon geen zin in hebben. En het gewoon niet willen doen. En dat is zo vervelend. Maar goed, klaagmoeders weer uit. Ik ga mijn schoenen aandoen. Sarah! Ben je al aangekleed? Omgekleed? Nog niet, bijna. Nou, ben benieuwd. Oh, het is koud vandaag. Echt? Nou, het is echt veel kouder dan gisteren. Gisteren hadden we trouwens echt geluk met het weer. Maar goed, we zitten in de auto. Dus daar ben ik wel blij om. En even snel onze dingetjes doen. En dan ga je het laatste van je school zo even snel afmaken. En dan ga ik me weer in mijn pyjama omkleden. Ja, dan kan je bijna gelijk weer je pyjama eten en weer je pyjama. Dan ben je daar alweer. Dan is de dag alweer om. Ik heb gelukkig wel een heel stuk van mijn dingen ook gedaan. We hebben net gegeten. De school is trouwens nog steeds niet 100% af. Maar morgen weer een dag, want het is Sarah bedtijd. Als we er trouwens water over hebben... Doe ik nooit wegspoelen. Doe ik het altijd bij de plantjes. Ik vind het zonde om goed water weg te spoelen. Dus dan hebben de plantjes lekker gelijk hun water. Dus twee vliegen in één klap. We zijn van het afruimen nog. Marco is met Sarah boven. En die moet zo ook weg. Dus dan kan ik even met al mijn dingetjes doen. En dan hopelijk vanavond wel op tijd naar bed. Maar dat is een... Ja, meer ijdele hoop denk ik dan dat echt gaat lukken. Want dat, ja, dat zeg ik elke dag. Het is zo'n rommelige dag vandaag. Maar ik ga iets doen wat ik echt een tijd niet heb gedaan. Ik ga stokbrood bakken. En daar heb ik echt trek in. En die vergeten mijn boter er gelijk uit te halen. Want ik vind dat wel heel erg fijn als die heel goed smelt. Dus dan moet ik hem er echt op tijd uithalen. Ja, sorry, ik heb echt geen betere plek. Voor die camera hier. Even kijken, ik heb een paar bootjes. Dan kan deze lekker vast wat zachter worden. En als ik hem dan ga smeren, dan smelt hij helemaal extra. Dan maken we ook een brood. Dus ik ga er twee in gooien, want dan gaat echt niet mijn brood eten. Erg gaaf. We gaan het weer doen. Heel veel zeezoutboter op mijn broodjes. Jij vindt dat niet zo lekker, hè? Met die zeezoutboter.
goed. Is lekker. Gelijk dicht, helemaal weg laten smelten erin. Echt de best ever. En dan smaakt het hele brood ernaar. Oh. De stoom komt er nog uit. Oh, lekker. Oké, vandaag hebben we dus eigenlijk letterlijk niks bijzonders gedaan. Maar ja, dat soort dagen zijn er ook bij. Het voelt ook een beetje als een zondag, maar dat was het natuurlijk absoluut niet. Ik ga lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!